zeg maar opstandig staan al, die willen al naar binnen. Ja, we begonnen sereen met blokfluit en we eindigen met een band. Jullie mogen nu opkomen, Dongeband! Heeft hier een discussie? Wat was er aan de hand? Nee, ik zou het buigen. Ja, maar. Dat blijft dan nog één keer. Ja, jullie staan keurig op een rijtje. Staan jullie altijd zo keurig op een rijtje? Nee. Ja, maar heel even zien hoe het normaal gaat. Dus jullie komen hier bij. Hé, kom jij nou? Ooit zijn er Rijnlandse bij? Ja, kan jij. Ja? Want ze vonden net heel erg netjes op een rij, maar vertel me eens aan jullie, hoe gaat het normaal gesproken bij jullie? Nou, bij de repetities? Ja. Dan gaan we gewoon, we oefenen in onze school. Vandaar ook de naam, de Dongeband. Onze school heet de Dongeschool. En we hebben daar gewoon een klaslokaal waar we in oefenen. En daar zetten we alles op en dan gaan we erachter staan. Klinkt allemaal heel netjes en rustig, maar is dat ook zo? Nou, meestal zijn we best wel druk. Wat is het verschil dat jullie nu in één keer wat rustiger zijn? Ik denk de spanning. Ja. Ja. Wat zeg je? Het moest. Van wie moest het? Gewoon. Oh ja, het was nu even een moment van rust? Ja. Wacht even, kom even naar je toe. Ja. Nou, eigenlijk zijn zij echt de hele tijd hoe ze doen en zo. En, zijn we allemaal een beetje? Ja, zijn we alleen. Die hebben echt zo'n kleedkamer binnen. Jongens, even rustig, even ontspannen. We gaan gewoon winnen, oké? De Dongeband dus, maar ik hoorde ook dat er wat een discussie was over de naam. Wat voor naam waren er nog meer? Zijn er nog meer? The Rhythm Kings. The Rhythm Kings. Wie zijn idee is dat? Ja. Oh, nou, een beetje. Oh, wat gaat er weer? Op de rugzak van de school, daar op die beest, daar staat er Rhythm Kings. Nou, daar zijn we toch gekomen. Hoe ga ik jullie nu aankomen? Van Dongeband? De Dongeband. Zo noemen ze ons in een brief. Maar zo heet je niet, wij weten ook niet Dongeband, maar wij weten Dongeband. Ik ben nog nooit zo vaak door een drummer tegengehouden. Nog een drummer. Ik weet niet of jullie het gezien hebben, die zangeressen hadden natuurlijk hartstikke op, maar echt wat er achterover gebeurde, het kwam echt uit voor die tenen. Heerlijk om te zien. En even een vraagje, wat is de gemiddelde leeftijd van deze band? 12. 12, ja. Wat betekent hangover? Een kater. Ja, en heb jullie ooit wel een kater gehad? En dan toch zo bezield zingen. Ik vind het super knap.